Je zou zeggen, fijn zo'n warm bad. Word je een beetje relaxed van, lekker sloom. Maar niets is minder waar. Door de warme temperatuur van het water stijgt mijn kernlichaamstemperatuur. En van dat soort verhitte types nemen weinig tijd voor een besluit. En waarom dat leidt tot meer agressiviteit op warme dagen, vertel ik je straks in de werkplaats. Er is heel veel onderzoek gedaan naar hitte en agressie. En als we eens even uitzoomen, dan blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in Nieuw-Zeeland dat als het buiten 1 graad warmer is, er 1,5% meer zware agressie op straat is. Maar ook uit onderzoek waarbij ze kijken naar een tijdspad van 45 jaar, blijkt dat er een direct verband is tussen temperatuur en zwaar of dodelijk geweld. En zelfs als deze data worden gecontroleerd voor bijvoorbeeld leeftijd of de grootte van de stad, bleven de effecten overeind. Waarom zijn er bij hitte meer opstootjes? Nou, warm weer is natuurlijk geassocieerd met vakantie, met op een terrasje een biertje drinken. En natuurlijk, als we alcohol drinken, daar worden we agressief van. Dat is zeker een van de oorzaken. Maar wij denken dat we een diepere, onderliggende reden hebben gevonden waarom we agressiever worden in de zomermaanden. En dat is dat ons tijdsbesef verandert als het warmer wordt. Ik ben Hendrik van Rijn, hoogleraar cognitieve psychologie. En ik ga je laten zien waarom tijd sneller lijkt te lopen bij warmte en waarom mensen daardoor sneller met elkaar op de vuist gaan. Dat van die snellere tijd, dat zal ik even uitleggen. Wij hebben allemaal in ons hoofd een soort interne klok. En die interne klok die gebruiken we bij een heleboel processen. Maar ook in dit soort gevallen. Wil je een biertje? Dit voelde raar lang voor mij. Maar waarschijnlijk ook voor de andere kant. We hebben allemaal door hoe lang processen ongeveer zouden moeten duren. En dat komt door die interne klok. Je lichaam is een soort chemische fabriek. En op het moment dat die warmer wordt, dan gaan al die processen sneller lopen. Hormonen, chemische processen, zoals neurotransmitters die in je hersenen de informatieoverdracht regelen. De elektrische signalen in je hoofd, waardoor de informatie heen en weer wordt gestuurd, gaan dus ook sneller. Ze koken een soort van over. En doordat ze overkoken, loopt je interne klok in feite ook sneller. Wat wij zien in ons onderzoek, is dat als mensen warmer zijn, als hun kerntemperatuur hoger is, dat ze sneller een besluit nemen. Ze nemen minder de tijd om informatie te verzamelen, om te kiezen tussen optie A of optie B. En zo hebben we dat getest. We hebben mensen in een warm bad gezet. En doordat het water warm werd hun kernlichaamstemperatuur hoger. En terwijl ze in het bad zaten, hebben we ze allemaal beslissingen laten nemen. En wat we zagen was dat hoe hoger hun kernlichaamstemperatuur was, hoe sneller ze hun beslissingen maakten. Wat is nou het gevolg van zo'n snelle beslissing? Laten we eens naar dit voorbeeld kijken. Als ik je nu dit laat zien, dan denk je waarschijnlijk, deze man zag er niet heel erg blij uit. Dit was een bedreigende situatie. Maar laten we nu eens even naar het vervolg van het filmpje kijken. Dan zag je dat het eigenlijk heel erg meeviel. Over de tijd verzamel je meer en meer informatie. En als je interne klok nou heel snel loopt, dan geef je jezelf minder tijd om na te denken over een besluit. En dan had je bijvoorbeeld in dit geval kunnen besluiten dat deze persoon heel bedreigend was en dat actie nodig was. En had je niet voldoende tijd genomen om te zien dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Dit mechanisme gebruik ik ook in het alledaagse leven. Op straat bijvoorbeeld. Kies je voor sussen of toch om op de vuist te gaan. Des te meer tijd je neemt voor een beslissing, des te beter die beslissing zal zijn. En daarom is het dus nuttig om je hoofd en je lichaam koel te houden en de tijd te nemen. Tot 10 tellen werkt echt. Ik ben Göran, dermatoloog. En in de volgende aflevering vertel ik je waarom de zon niet onze grootste vriend is.